Leonard is aan het strooien. Hij rijdt op de Oudendijk, dus hij komt richting hier, richting Hoekseweg. Dus ik ga hem even bellen en dan kan hij jou even opkomen halen, want hij is vlakbij. Hoekseweg, Terzwaalse dijk, zeg maar rondom Terzwaal, richting Nieuwsdorp. Over Nieuwsdorp heen en dan terug naar Straaien. Ja, en dan doe ik ruim 2 uur, normale wijs. En vanochtend was het een uurtje of 4. Ja, je moet natuurlijk elk wegdek moet je in de midden rijden, 2 zijkanten. Dus je moet 3 keer over hetzelfde dek heen. Ja, dan... Johan is hier over de midden heen gereden. Ja. Ja? Ja. En dan pak ik hem aan de zijkant en dan ga ik hem nog een keer terug. Maar hoe weten we nou dat er ook wat uitkomt aan de achterkant? Even kijken. Dus je hebt bij mij op scherpje kijkt. Ja. Kun je hier zien. Daar valt het zout. Ja. Dat zie je vallen. En ik zit hem hier op mijn display. Daar heb ik hem aangezet. Ja. Nu strooit hij nog 8,5, maar dat is te breed. Dan gaan we weer terug naar de breedte van de auto. Dan komen de meter nog een keer terug. En dan gaan we weer. Sneeuwval en harde wind zorgen voor veel hinder en zeer gevaarlijke rijomstandigheden. KNMI heeft dan ook voor vandaag een weeralarm afgegeven. Er zijn momenteel geen files, maar het verkeer ondervindt op heel veel plaatsen zeer veel vertraging. Ga vooral niet de weg op als dat niet strikt noodzakelijk is. Blijf thuis, werk thuis en houd het in ieder geval zo veilig mogelijk.